Geert en Anneke aan tafel, op de bank Ignas van Schaik, de producent... en Michael Sanderson, cameraman. Welkom allen. Dit is een verrassing. Ik denk voor iedereen die gaat kijken dat een stad... het is nu Amsterdam, het had ook Utrecht kunnen zijn, Rotterdam, Londen, noem maar op... Ja. Dat een stad zo ontzettend veel verschillende beesten heeft. En dat maakt het ook zo leuk, deze film. Want de meeste natuurfilms zijn natuurlijk echt in natuurgebieden opgenomen. En deze film speelt echt in de stad af waar wij mensen ook allemaal wonen. En steeds meer mensen. En waar de natuur om de hoek is, zo verrassend ook is. We hebben een Big Five in Amsterdam. Dat zoals de natuur heeft ook een Big Five. Hè? De neushoorn, de olifant, de leeuw. Wij hebben als Big Five de ringslang, de ijsvogel, de vos, de zeehond en de slechtvaller. Zeehond? Ja, zeehond. Ja, dat is wel een beetje de jaguar van de stad. Hoor. Dan moet je wel goed opletten om niet te spotten. Maar waar zit er een zeehond in hemelsnaam? Ja. In het ei. Zit er in het ei een zeehond? Ja, Noordzeekanaal. Dus die komt, zeg maar, die zwemt mee als de schepen. Maar één of een stel? Of? Nou, dat zijn er enkele. Ja, jij dacht in de grachten. Nou, ook in de Amstel. We hebben een keer in de Amstel gehad, hè? Oh ja? Voor Carré. Zie hoe verrassend dat is. Dat hebben we het al.